U gelooft het niet, maar we zijn hier op een vrijdag in de oude wijvenzomer. Op 23 september bij de oude nieuwe Keppelse. Dit is zo'n beetje nog hetzelfde, gelukkig maar. En dit ook, maar er zijn... er is een tweede negen bijgekomen. Ontworpen door de bijna wereldberoemde architect Bruno Steensels. En we hebben al even hier met de secretaris, was het toch? Penningmeester. Oh, de penningmeester, nou nog belangrijker. Al even gesproken. Over de nieuwe negen. En ook over het 85-jarig bestaan wat onlangs gevierd is. Wat ons zeer verbaasde trouwens, want wij wisten dat helemaal niet. En ze behoren ook bij de oude 16. Je hebt de oude 8, maar je hebt ook nog de oude 16. 16, ja, vooroorlogs. Nou, het is ongelooflijk. Maar we gaan het nu allemaal beleven. Samen met mijn collega die nooit in beeld wil. Dus ik zal even zijn hoed opnemen. Maar dan begrijpt u het. Het is de beroemde journalist van het Financieel Dagblad, JKK. Dato loop ik hier weer op de Keppelse. Prachtige landelijke villa's. Hier nog op het oude negen stuk, zeg maar. Prachtig, zometeen gaan we naar de par 3. Hoop daar wel eindelijk een beetje te kunnen scoren. Want het is echt niet zo makkelijk dat je denkt van... ik ga eens naar de Keppelse even mijn handicap spelen. Of nog sterker, verlagen. Nee, dat valt vies tegen. Ja, hier staan we dan op de nieuwe negen. Het is dan de zevende hole nu. Maar dat zijn de nieuwe negen van de Keppelse. Aangelegd door Bruno Steensels. Oh. Het moet allemaal nog een beetje opkomen. En groeien en bloeien, dat snapt u. Nou, dit is dan de negende. En wij vermoeden dat het nieuwe clubhuis daar komt, waar nu die boerderij staat. Ongeveer in 2015. Want dan is het van de Keppelse. Of misschien is het nu al, ik weet niet precies. Maar dan gaat het gebeuren. En dan wordt hier de negende... Misschien gooien ze het alsnog op. Nee, ik denk het niet. Ja, ik moet toch even een notitie maken als kritische journalist. Maar we zijn hier door een bos aan het lopen met bordjes en een pijl met 12e erop. Nou ja, ik ben bijna... Ik denk dat we aan het record zitten. We zitten echt aan het record van een afstand tussen holes. Want waar is het einde? Kijkt u even mee. Ik begin me echt een beetje ongerust te maken zelfs. Jongen, dat is me een end. Een bijzondere hoek. Het doet me een beetje aan op de grens van Oostenrijk en Tsjechië denken. Daar heb je ook zo'n soort baan die ook uit een bos komt. Waar vroeger nog vopo's stand hielden. Dan kom je uiteindelijk in de vrije wereld. Dat doet me wel een beetje aan denken. Het is toch ongelooflijk dat mijn grote oude vriend hier ook is. Hij kwam ons apart ophalen in blazer met das. Jasje en das moet je eigenlijk... Keppelse das. Nou, het is een Keppelse das, het is fantastisch. Dames en heren, ik mag u voorstellen aan Wim Breukink. En het is ongelooflijk. Ik heb nog steeds een gazelle, één. Een andere is een ander merk geworden, Wim. Maar ik heb nog een gazelle met een mandje. Ja. Houden we zo. Ja. Zeg, en het spel gaat nog steeds, hè? Ja. Ondanks de leeftijd. Ja, ik kan nog meedoen met de jongens, maar mijn handicap is natuurlijk drastisch verhoogd. Ja. Maar ik kan nog meespelen en we spelen zondags. Hier speel ik dan met 3 kerels om een fles wijn. Juist. En dan maken we, degene die verliest moet die wijn meebrengen. Dus ik heb altijd een fles wijn in de auto, want ik verlies meestal. En dan gaan we dat opdrinken bij een vriend thuis. Daar is een mevrouw die maakt een hapje. En die mevrouw maakt een maaltijd. Oh. Dus we zijn de hele zondag van de straat. Nou ja. En dat doe ik alleen als het droog weer is. Hè? Ja. Droog, hè? En heb jij ook al eens de gieter gewonnen, of niet? De gieter? Nee, die gieter was geen prijs. Oh, niet? Nee, dat was de douche vroeger. Oh ja, ik dacht dat het een prijs... Nee, dat werd niet als prijs. Er hangen nog wel wat oude prijzen, maar de gieter niet. Ja. Want ik heb het nog meegemaakt, dus dat de Keppelse Golfclub een soort keet had er staan. Ja. En geen douche had, niks wat, dat was die gieter, dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Want ik ben natuurlijk wel een van de oudere leden. Ja. Maar je fietst zelf niet en meer. En toen werd ik gebeld, toen werkte ik ook natuurlijk nog. En toen zei
De secretaris zei, je moet gaan golven. Want we hebben nu 15 leden, dat is wat weinig. En je moet gaan golven. Nou, dat is niks van terechtgekomen. Mm-hmm. Ik moest werken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik ben toen in 62 begonnen. Waar ben je nu? Ik word volgende week, een paar weken, 88. Oef. Nou, dat is mooi. 88. Dat is mooi. Dus je speelt je leeftijd nu zo'n beetje? Voor jou ook, want jouw portemonnee is natuurlijk ook in de loop der jaren aardig geslonken. Gepensioneerd. Ja, daarom. Daarom. Maar dit kan ik namens de club aan jullie aanbieden. Oh, dat is mooi. Ja, en als je iets voor niks krijgt, moet je het altijd nemen. Ja. Hey, Willem, wat is er nou ook alweer precies gebeurd? Ja, je wilde niet over praten, maar jij bent toch een paar jaar geleden ben je gevallen of wat was er nou aan de hand? Ja, ik heb mijn nek gebroken. Och jeetje. Ja, ik ben van de trap gelopen. En op wat voor plaats? In de kelder. Ja, maar en waar is je nek gebroken? Waar? Een fles wijn in mijn hand. Maar hoe is je nek gebroken? Waar? De zevende wervel. Ach jeetje. En toen heeft toen ben ik naar Zutphen gebracht. Toen zei ze, alles zit recht. Maar dat bleek achteraf helemaal niet waar te zijn. Die wervel was verschoven. Ja, ja, ja. Toen ben ik in Dordrecht geopereerd en hebben ze recht gezet. Doetje. Dankzij mijn schoonzoon, die heeft mijn leven gered. Die zei, ik zal die foto's opvragen. En die zag het. Zo hé. Dat is linkersoep. Nou, kan jouw schoonzoon niet eens even naar mijn MRI kijken? Want daar ben ik ook niet helemaal uit. Je nek stuur ik hem gewoon naar hem op. In Curaçao zit hij toch? Ja. Ja, ja, ook met mijn nek. Hij is nu hier, bij ons. Oh. Ik ga lekker zitten. Ja. We helpen je. Nee. We helpen je. Nou, jongen. Ja. Toch weer even terug op de mooie oude Keppelse. Inmiddels wel een computer, maar nog steeds het bakje met de kaarten. En het geld erin. En de bar met zelfbediening. Nee, dat is een vriend van hem. En als je dan op de Keppelse gespeeld hebt, dan is er maar één weg. En die leidt naar de Gouden Karper. Oftewel de krent voor ingewijden. En die zit in Hummelo op de Dorpstraat. Ook perfect om te overnachten, hetzij in de dépendance of nog hierboven het restaurant, volgens mij. Een oer-Hollands, ja, Frans principe wat hier gevoerd wordt. Een soort luxe, hele luxe van de Valk, als ik het zo mag zeggen. En ja, dat is Gouden Karper. Dat is nog echt bediening in zwart-wit. Beetje gehoorig dat wel, dat verkeer. Hey, hallo, goedenavond. Maar ja, traditionele gerechten, een huzarensalade, een Russisch ei, traditioneel. Een tourne de rosin, een schnitzel, lever. Ja, het is super.